Ik ga het eigenlijk maar hebben met u over twee vragen. Dit zijn ze. Wat is zorg? En eigenlijk had ik eerst staan, wat is technologie? Maar ik dacht, dat vind ik wel heel aanmatigend als ik als ethicus ook nog kan uitleggen wat technologie is. Dus je komt dan al snel in een geherformuleerde vraag terecht. Hoe verhouden zich technologie en mensen tot elkaar? Daar ga ik later even op in. Maar eerst ook wel eens beginnen met de vraag, ja, wat is zorg nou eigenlijk? En die vraag wilde ik eigenlijk aan u stellen. Want het is een interactieve lezing. Dus roep eens, wat is zorg? Het is allemaal iets wat we volgens mij dagelijks doen. Of ben ik er nu al aan het definiëren? Vertel eens, wat is zorg? Wie kan ik het woord geven? Om de definities van te verzinnen. Nou, wat voor mij zou zorg op dit moment zijn is ondersteuning van een hulpvraag, van een zorgvraag, van iemand in mijn omgeving. Ondersteunen, hulpvraag, zorgvrager. En die zorgvrager bevindt zich in uw omgeving, zal ik maar zeggen. Ja, mag ook verder weg zijn. Mag ook nog verder weg zijn. Ja, Nieuw-Zeeland is dichtbij met WhatsApp tegenwoordig en Skype. Dus, ja, precies. Kun je zorgen via Skype? Ik kan daar zorgen via Skype, wel degelijk. Ja. Nou, iemand anders? Iemand uit deze kolom, zal ik maar zeggen, uit deze rij. Deze meneer heeft een definitie gegeven. Wat vinden jullie? Wat is zorg? Nou, zorg is in ieder geval, of ik denk dat je onderscheid moet maken tussen professionele zorg en informele zorg als een hele basale categorie van het samenleven. Mm-hmm. En waarom? Waarom zou je dat onderscheid moeten maken? Dan dat zorg veel meer is dan alleen die professionele zorg. Mm-hmm. Alle relaties die mensen onderhouden, daar speelt zorg een rol. Aha. En daarin speelt naar mijn gevoel iets als continuïteit een grote rol, dat je verbindt aan iemand. Zo, ik doe even iets en dan is het... Nou, dat is interessant wat u zegt. U zegt van, goh, we halen die dingen uit elkaar. Professionele zorg en informele zorg. Zorg die we allemaal doen, hebben, kunnen. In een relationeel netwerk, vertaal ik maar even. Is dat dan niet van belang voor professionele zorg? Ook wel, maar ik denk als we het hier vanzelfsprekend gaan hebben over die professionele zorg alleen, dan mis je het... Dan mis je een heel groot deel van het plaatje. Ja, ja. Mooi. Nog iemand die iets toe te voegen heeft? Want ik ben al best wel mooi op weg, vind ik eigenlijk. Eerste gedachte die ik had, ja, ondersteunen, bij. Maar het andere wat ik dacht, wat je heel vaak hoort, is doen voor. Of mensen het mogelijk maken dat ze het zelf doen. En dat spanningsveld, dat zie je heel erg bij die technologie ook. Mm-hmm. We hadden het net al over zelfmanagement. Dat is natuurlijk ook iets waarbij je zeg maar een beroep doet op anderen om het zelf te doen. Ja, maar dat is nou net het punt waar, volgens mij is dat ook wat jij net aangaf. Zelfmanagement, ga je ervan uit dat iedereen dat wil en kan. En daar zit natuurlijk wel een dilemma. Dat zit soms een moeilijk puntje, ja. Hè? Ja. Ja. Nou, ik wil zeggen, ik ga even verder. Bedankt voor de input en als er nog iets toe te voegen is, ik vind het allemaal prima. Dit is de klassieke definitie van zorgen. Van Joan Tronto. Het is niet eens een ethica. Het is ook geen zorgverlener. Het is een politicologe. En die is heel erg nagedacht over van, hey, dat zorgen, dat is iets wat we allemaal doen. Maar wat is het nou eigenlijk? Nou, zorgen is een soort specifieke, gek woord, gaan we niet over hebben. Activiteit die alles omvat wat wij doen om onze wereld zo in stand te houden, te continueren en te herstellen, dat we daarin zo goed mogelijk kunnen leven. Dus u ziet heel erg, wat ik zou zeggen, moreel geladen. Hè? Zo goed mogelijk leven in de wereld. Ja, dat gaat dus over ethiek, denk ik dan direct. Dus dat is een heel algemene definitie waar je ook heel kritisch over kunt zijn, uit 1993 alweer. Die wel, zeg maar, een soort van bepalend is geweest voor hoe we nu ook in zorgethiek, want ik ben vooral van de zorgethiek, ook al werk ik als medisch ethicus hier in het Radboud UMC, best wel bepalend is geweest voor ons denken. Dan is nog iets interessants wat ze gedaan heeft, want ze heeft zelf bedacht van, hey, als we nou eens nog nauwkeurig gaan kijken naar dat zorgen, wat zien we dan eigenlijk? Dan zien we eigenlijk vier elementen. Zorgen bestaat uit vier elementen. Het begint met dat bovenste. Je maakt je ergens zorgen over. Dat betekent in morele termen dat je ergens aandacht voor moet hebben. Hè? Je ergens zorgen over maken gaat gepaard met aandacht. Vervolgens zegt ze van, goh, die zorgen, je kunt je ergens zorgen over maken, maar dan gebeurt er niks natuurlijk. Je moet ook nog een zekere verantwoordelijkheid op je nemen. Morele term, verantwoordelijkheid op je nemen. Je neemt zorg op je. Je gaat iets doen. Je komt een beetje in actie, zal ik maar zeggen. Dus dat is een tweede belangrijk element. En vervolgens, en dan zijn we nog niet eens klaar, dan moet je ook zorgen. Je moet
echt in actie komen. Je moet competente zorg verlenen. En of je dat nou thuis doet, hè, tandenpoetsend, moet je ook gewoon goed doen. Of via de Skype, of hoe dan ook, ingewikkelde professionele zorg, zal ik maar even zeggen. Ja, dat moet je gewoon competent doen. Derde element. Je moet in actie komen, dat moet competent gebeuren. Maar dan is het nog steeds niet af, want dan heb je nog een vierde element, zegt ze. Dat vierde element is dat je ook moet gaan kijken hoe dat eigenlijk uitgewerkt heeft. Dus je moet, hè, dat heet dan in morele termen responsiviteit. Je gaat kijken hoe die zorg is aangekomen bij degene voor wie je zorgt. Hè. Je zei het al terecht, ja, het gaat ook om een zorgvrager. Ja, een zorgvrager en een zorgdrager, zeg ik dan maar. Dus je verleent zorg aan iemand. Het is een relationeel proces, terecht werd dat opgemerkt. En dan dat komt ergens op neer. Dus je gaat kijken van hoe is die zorg nou eigenlijk aangekomen? Heeft het inderdaad iets verbeterd in de toestand? Dus dat is eigenlijk het cyclus van zorg van Tronto. Dat is best een belangrijk punt geweest. Dus als het gaat over de vraag wat is zorg, vind ik dit belangrijk. Mijn volgende denkster, Annemarie Mol, ik weet niet of sommigen van u haar kennen, een arts en filosoof, heeft een heel interessant boekje geschreven, De Logica van het Zorgen. Actieve patiënten en de grenzen van het kiezen. Dat is alweer 10 jaar oud. Zij zegt van ja, als het gaat over dat omgaan met ons zieke lijf, zeg maar, doen we dat heel vaak tegenwoordig in een soort praktijk van het kiezen. Hè, dat zie je ook terug als het gaat over, Marjan noemde het net al, shared decision making, gezamenlijke besluitvorming. Ja, je zet voor's op een rijtje, je zet de tegens op een rijtje en je moet kiezen. En dan kom je, keuzehulp, mooie term vind ik wel altijd. Maar je kunt er ook kritisch over zijn, want misschien zou je wel liever een zorghulp willen. Die praktijk van het kiezen, die zet ze in het boekje tegenover de praktijk van het zorgen. Want ze zegt van ja, die zorgpraktijken die hebben misschien wel een veel breder beeld. En geven ons een veel breder repertoire, zegt ze. Een repertoire zijn, ja, zal ik maar zeggen, een set van handelingsmogelijkheden om met zieke lijven om te gaan. Dus dat, wat ze in het boekje doet, is de logica van het kiezen en de logica van het zorgen in kaart brengen. En dat een beetje tegen elkaar afzetten. Ook al sluiten ze elkaar natuurlijk niet uit, want soms moet er gewoon gekozen worden. En ja, nu zit ik een beetje in een dilemma, want ik heb een hele mooie tabel. En als ik dat helemaal uitgebreid met u ga bespreken, dan zijn we heel lang bezig. Maar heel schetsmatig even. Hè, als je kijkt naar die logica van het kiezen, en dit is dus gebaseerd op Mol. Dan kijk je naar patiënten als een soort van klanten. En die weten wat ze willen. Ze hebben voorkeuren, preferenties heet dat dan tegenwoordig, wensen. En ze hebben ook een eigen regie in handen, allemaal heel belangrijk. En als je dan kijkt door die logica van het zorgen naar zorgverleners, dan zie je dat ze neutrale feiten presenteren, ja, helpen mensen kiezen, voor's, tegens, keuzes maken. En die zorgverleners moeten toch vooral deskundig zijn. Hè? Denk terug aan die cirkel van zorg, onderaan stond die competentie. Dat is waar we aan denken als we denken zorgen in de context van de logica van het kiezen. En als je kijkt naar een onderlinge interactie, vind ik altijd wel heel mooi getroffen, weergegeven. Dan gaat het eigenlijk om een soort transactie. Het lijkt bijna een contract. Het is een contractueel iets. Een transactie tussen onafhankelijke individuen die samenkomen. Met een afweging van argumenten. En het biedt vooral verantwoordelijkheid bij degene waar het om gaat. En een zekere autonomie, morele term, zelfbeschikking, zal ik maar zeggen. Daar zet ze dus die logica van het zorgen tegenover. En dat geeft eigenlijk een heel ander beeld van wat je ziet in de praktijk van de gezondheidszorg of van het dagelijks leven rondom zorgen. He, daar zijn patiënten, daar staan er geen wensen, preferenties enzovoort centraal. Daar gaat het om behoeftes. En behoeftes, die kun je constateren en dan hebben mensen dus iets nodig. Dat is eigenlijk een andere invalshoek dan wanneer je het hebt over wensen of over preferenties. He. Daar erken je ook dat daar van allerlei onvoorspelbaars gebeurt met lijven van patiënten, zal ik maar zeggen. En patiënten hun lijf kennen en die onvoorspelbaarheid dus meewegen in wat er gebeurt zo dagelijks. En niet onbelangrijk is ook dat patiënten dan heel actief zijn betrokken op wat er met hun gebeurt. Zorgen doe je ook voor jezelf, voor je eigen lijf. Interessant is ook als je kijkt naar wat zorgverleners dan doen. He, die proberen, die hebben geen presentatie van neutrale feiten en deskundigheid. Nee, het gaat veel eerder om, en dat is natuurlijk ook wat je dagelijks ziet, ook als het gaat om medicatie of wat dan ook. Je probeert dingen uit. In het Engels heet dat tinkeren. Je experimenteert een beetje meer van dit, een beetje minder van dat. En je probeert uit totdat het op de maat gesneden is. Dat moet je erkennen. Het gaat dus niet om een zwart-wit keuze. Nee, het gaat om een beetje uitproberen. Dat is
een vaardigheid, zou je bijna kunnen zeggen, van zorgverleners die niet onbelangrijk is. Waarbij ook het heel belangrijk is om in sociale zin allerlei activiteiten op elkaar af te stemmen. Dus tussen patiënten en zorgverleners. Dus het gaat niet zozeer om transactie in hun onderlinge verhouding, maar om interactie. Waarbij besluitvorming geen weging is, maar eerder een soort opgave, een taak waar je gezamenlijk voor staat. Dus dat brengt allemaal nuanceverschillen met zich mee. Waarbij, en dat vind ik altijd wel mooi, Annemarie Mol heeft ooit een interview gegeven in TVZ, nota bene. Waarin ze zei, ja, zorgen, dat is eigenlijk het hanteerbaar maken van het dagelijks leven. Vond ik eigenlijk wel een hele mooie, beetje gekke omschrijving van wat zorgen is. Ze gaf dat interview naar aanleiding van dit boekje, De Logica van het Zorgen. En zorgen is niet meer en niet minder dan het hanteerbaar maken van het dagelijks leven. Dat is de kortste samenvatting van De Logica van het Zorgen. Goed, kunnen we het nog verder over hebben, maar dat gaan we nu niet doen, tenzij er dringende vragen zijn natuurlijk. Ik ga door met het stukje van, ja, wat is technologie nou eigenlijk? Hoe verhouden technologie en mensen zich tot elkaar? En ik ben te raden gegaan bij deze meneer, die is hoogleraar in Enschede, Universiteit Twente, Peter-Paul Verbeek. Heel mooi boekje geschreven, De Grens van de Mens. Hij is ook hoogleraar filosofie van mens en techniek, geloof ik. In 2011 heel leesbaar boekje waarin het gaat over techniek, ethiek en de menselijke natuur. En het beginpunt van het boekje is eigenlijk heel interessant, want we kijken vaak naar technologie. Het kwam net ook al een beetje aan de orde in het verhaal van Marjan. Op twee manieren. Aan de ene kant kun je zeggen van ja, een soort utopisch perspectief. Hè? Het helpt ons met heel veel dingen vooruit. Nou, die ene stelling ging het al een beetje over. Een soort utopie. Dit is een droom. We gaan naar de ideale wereld, zal ik maar zeggen. En technologie is daar wel een heel belangrijke factor in. Een soort redmiddel. Dus een heel utopische gedachte over technologie. En daartegenover staat heel vaak een soort dystopie. Hè? Technologie als een soort gevaar. Op het eind ging het er al een beetje over in jouw praatje, Marjan. Hè, van nou, dat bedreigt ons werk als zorgverleners en dat kan nooit goed zijn. Een soort nachtmerrie. Verbeeld met deze twee plaatjes. Wat Verbeek doet in het boekje, en dat vind ik heel goed gedaan, is dat hij zegt van ja, jongens, wij zijn eigenlijk van nature technisch mensen. We leven in een technotoop, zeggen sommige van die ethieke of van die filosofie-ethici wel. En van ja, we zijn van, denk alleen al aan het gebruik van een stok in heel erg vroeger, zal ik maar zeggen. Dat is eigenlijk al een vorm van techniek. En hij zegt, technologische mediatie, wordt het dan genoemd in filosofische termen. Hij zegt van ja, technologie bemiddelt eigenlijk de ervaringen en praktijken, tussen ervaringen en praktijken van mensen. Dus technologie staat daar heel vaak tussen. En wat hij dan doet in dat boekje, en daar wil ik u even in meenemen, is dat hij 6, oorspronkelijk 4, maar hij heeft er nog 2 aan toegevoegd, 6 relaties schetst eigenlijk van mens en techniek, zal ik maar zeggen. En de eerste relatie, de inlijvingsrelatie, ja, dat is eigenlijk niet meer dan die stok die ik net noemde. De uitbreiding van het lichaam. Velen van u hebben een bril op. Dat is natuurlijk ook een uitbreiding van het lichaam. Het mes van de chirurg is ook in zekere zin een uitbreiding van het lichaam. De inlijvingsrelatie. Technologie wordt een beetje een uitbreiding van het lichaam. Onderdeel van het lichaam, niet helemaal onderdeel, want er komt dadelijk nog een uitbreiding van het lichaam. Vervolgens zegt hij, ja, is ook nog een andere technologische relatie, namelijk de hermeneutische relatie. En dan gaat het, als voorbeeld noemt hij de echoscopie of de thermometer, want dat is techniek die ervoor zorgt dat we ook allerlei dingen moeten interpreteren. Hermeneutiek is niet meer, niet minder dan de filosofie van het interpreteren. Ja, zo echoscopie is natuurlijk, je moet plaatjes bekijken, zal ik maar zeggen. Dus die radiologen, ik spreek ze wel eens hier bij het Radboud, ja, die zijn ook als de dood dat ze iets missen. Want die technologie wordt natuurlijk steeds complexer. En steeds preciezer, maar dat betekent ook dat de verantwoordelijkheid op jou, en daar ga ik het zo nog over hebben, die verantwoordelijkheid wordt ook steeds groter, want je had het kunnen zien, zal ik maar zeggen. Dus de belangrijke relatie, de hermeneutische relatie, je moet van alles interpreteren. Derde relatie, de alteriteitsrelatie, dat technologie soms ook ja, iets is alsof het een ander is. De zorgrobot, Marjan noemde het ook al, is natuurlijk iets waar je mee om kunt gaan, alsof het een ander is. Thermostaat is ook een mooi voorbeeld. Die kun je een beetje instellen. Daar ga je mee om, alsof die tegenover je staat, zal ik maar zeggen. Alteriteitsrelatie.
De vierde relatie, de achtergrondsrelatie, daar is technologie vooral een context. Hè? Ik hoor nou deze beamer zoomen bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk iets wat een zekere achtergrond met zich meebrengt. Ik weet dat mensen op IC's best wel veel last hebben van al die herrie. Sterker nog, soms hebben ze last van, maar soms vinden ze het ook allemaal heel geruststellend, hoor ik wel eens, omdat dat ook een zekere zekerheid met zich meebrengt. Want er wordt toch op mij gelet door al die apparaten. Dus ik weet van mensen die van IC's naar verpleegafdelingen gaan, dat ze soms best wel even moeten wennen, omdat al die piepjes weg zijn en nu moeten ze het toch weer helemaal zelf doen. Heeft te maken met de achtergrondrelatie met technologie als context. De vijfde en de zesde relatie, die heeft Peter Paul er zelf aan toegevoegd. Omdat dat ook iets zegt over de technologie die Marjan zo mooi presenteerde. Hè? Dat je hebt iets als de immersierelatie. Domotica is zo'n mooi voorbeeld. Waarbij smart houses heb je tegenwoordig ook, waar ongelooflijk veel technologie in verwerkt is. Dat is eigenlijk de relatie met techniek waarin je ondergedompeld bent in een technologische omgeving. Dus het maakt geen deel van je uit. Het is ook niet de achtergrond. Nee, het is cruciaal in de omgeving waarin je zit. Het is een onderdompeling. Een onderdompeling in techniek. Tot slot, de versmeltingsrelatie zie je natuurlijk ook steeds meer. Ik ben bijvoorbeeld nu onderwijs aan het maken voor tweedejaars geneeskunde samen met mensen van neurologie. En dan gaat het over deep brain stimulation. Ja, er zit gewoon iets in je hoofd. Technologie, mooi voorbeeld van de versmeltingsrelatie. Dat is gewoon technologie die onderdeel wordt van het lichaam, letterlijk. Tissue engineering is daar ook zo'n mooi voorbeeld van. Allerlei genetische technieken zijn er ook voorbeelden van. Dus dat is natuurlijk de kant waar het ook op gaat in de geneeskunde. Dus deze zes relaties die beschrijft hij in dat boekje en nog veel meer. Even kijken. Wat ik nu wil doen is, ik heb een beetje een overzicht gegeven van al die verschillende relaties. Laatste stuk van mijn praatje wil ik even stilstaan bij. Ja, wat betekent dat nou als je allerlei technologie ontwikkelt en je gaat dat wat dan heet, met een mooi woord, implementeren. Ik sluit even aan bij deze meneer, Carl May. Die heeft in 2013 een mooi overzichtsartikel geschreven. Een algemene... Ja, dat heb ik ook heel vaak gedacht. Maar het is geen eens een grap, hij heet echt zo. En hij bestaat ook, want dat heb ik nagevraagd bij een collega die alles weet van implementeren. En die vindt het helemaal niks. Maar ik vond het wel te snappen, want het is een sociologische theorie over implementeren. En dit artikel heb ik gelezen en daar heeft hij ook een mooie definitie van implementeren. En eigenlijk komt het erop neer, denk ik dan maar even als simpele ziel. Implementeren is mensenwerk. En je probeert werkroutines te veranderen door iets nieuws daarin te voeren en hopen dat het op een of andere manier, en dat is mensenwerk, onderdeel wordt van de nieuwe werkroutine. Dat is wat implementeren is. En misschien zijn er mensen die heel veel verstand hebben van implementeren en die daar denken van ja, dat klopt helemaal niet. Maar dit is zoals het door mij overkomt. Dit is wat er moet gebeuren als je implementeert. En heel vaak staat het woord agents erin. Ik vertaal het altijd maar gewoon als ja, dat zijn betrokkenen. De mensen die erbij betrokken zijn. Je probeert praktijken te veranderen door nieuwe dingen in te voeren. We hebben geen wifi meer, maar dat geeft helemaal niet, want ik hoef ook niet het internet op. En dit is een modelletje dat hij gemaakt heeft in dat artikel, die Carl May. Waarin hij zegt van ja, dit zijn eigenlijk de factoren die belangrijk zijn als het gaat om dat implementeren. Hij zegt ja, je hebt natuurlijk, het is mensenwerk inderdaad, maar die bovenste capability, ik heb het verder niet vertaald, maar capability die komt erom neer, is van ja, als er iets nieuws in de praktijk ingevoerd moet worden, ja, dan moet het wel een beetje passen bij wat je al doet. Als het iets radicaal nieuws is en niet werkbaar is, dan gaat het dus niks worden met die implementatie. Volgende punt, hè. Ik zei het net al, implementeren is mensenwerk, links ziet u. Het gaat ook om ja, sociale vaardigheden. Die mensen die moeten daar dingen doen, dus die moeten sociale vaardigheden hebben om met elkaar te overleggen, af te stemmen, et cetera, et cetera. Allemaal best wel basic, zeg maar mooi overzichtelijk in kaart gebracht. Ze moeten een zekere capaciteit hebben om met elkaar te overleggen van ja, als we dit nu gaan invoeren, zo'n zorgrobot, ik zeg maar iets, ja, hoe gaan we dat dan met z'n allen doen? Welke plek krijgt zo'n zorgrobot in ons werk? Want we vinden het wel handig, want die robot is hartstikke goed in mensen uit bed tillen en daar hebben we natuurlijk hartstikke veel last van, want we hebben allemaal rugpijn. Vervolgens, helemaal rechts, ziet u, van ja, er moet ook wel een zekere bereidheid zijn bij de mensen waar het om gaat. Om daar in mee te gaan en daar serieus over na te denken. En het vraagt onderste bolletje een voortdurende inzet.
een voortdurende inzet. Want een paar keer overleggen is niet genoeg. Het is iets wat voortdurend om aandacht vraagt. Hey, aandacht heeft toch iets met zorg te maken misschien. Kom ik zo op uit. Wat ik als laatste heb gedaan is bij al deze factoren iets ethisch verzonnen. Want het gaat volgens mij ook om moraal en om ethiek. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld die capability, het moet een beetje passen in het werk dat je doet, dan is het volgens mij goed om er rekening mee te houden dat in technologie al een zekere normativiteit zit ingebakken, zal ik maar zeggen. Dus in die technologie, dat zegt al iets over wat we goed vinden om te doen. Dus dat is iets waar je goed rekening mee moet houden. Als het gaat over we gaan misschien nu niet heel erg in de voorbeeldensfeer, want het is vooral leuk om u daar dadelijk over te horen, denk ik. Die innovaties bevatten een ingebouwd idee over wat goed is om te doen. Ander puntje, die relationaliteit. Je moet een beetje met elkaar kunnen overleggen en op elkaar af kunnen stemmen, et cetera, et cetera. Ja, daar kan een zeker mensbeeld achter schuilen. Hè? Je kunt natuurlijk denken aan het mensbeeld, het meer individuele mensbeeld, waarin afhankelijkheid en vrijheid en zelfbeschikken een heel belangrijke rol is. Als je dat mensbeeld aanhangt, dan is het ook best lastig om te beseffen dat je stukjes vrijheid moet inleveren, bijvoorbeeld. Een heel ander mensbeeld is het mensbeeld dat wat meer relationeel is en uitgaat van het goede in een web van relaties, het viel net al, waarbij mensen afhankelijk, onderling afhankelijk zijn van elkaar. Dus geen onafhankelijke individuen, maar onderling afhankelijke individuen. Dat is toch een verschilletje, zeg maar. Dus dat mensbeeld, ja, dat kan ook terugkomen in een technologie. Het is goed om daarover na te denken, van wat voor mensbeeld brengt dat eigenlijk met zich mee. Vervolgens, als het gaat over die potential, dus de verantwoordelijkheden die mensen voelen. Mensen doen hun werk en zijn bereid om hun werk te doen in bepaalde structuren, die ingebedde structuren. Je hebt een professionele rol, zal ik maar zeggen. En Marjan noemde net al, als er bepaalde technologieën worden ingevoerd, kan dat best wel iets betekenen voor de verantwoordelijkheden die mensen hebben. Dat verantwoordelijkheden kunnen verschuiven. Dat is natuurlijk een hartstikke ingewikkeld, ook moreel proces over wat jij opvat als goed werk, want je wil gewoon goed werk leveren, zal ik maar zeggen. Dus die verschuiving van verantwoordelijkheden, die is toch wel, als het gaat om het implementeren van nieuwe technologieën, niet onbelangrijk, zou ik zeggen. En vervolgens, en zo komt de cirkel een beetje rond, dat laatste is, ik zei net al, dat invoeren van zo'n nieuwe technologie, het implementeren van zo'n nieuwe technologie, het onderdeel maken van dagelijkse werkprocessen, ja, dat vraagt om voortdurende inzet. Je zou bijna zeggen, dat vraagt om voortdurende zorg. Ik neem u dan even mee terug naar het begin van wat ik net zei. Die cirkel van zorg, die begint bij aandacht, bij verantwoordelijkheid, bij competente zorg verlenen en ook een zekere responsiviteit. En daar, sluit ik weer aan bij Marjan, is nog best wel wat aan te doen in de zin van dat we daar helemaal nog niet zoveel van weten. We weten helemaal niet zo goed wat al die nieuwe technologieën nu precies betekenen. Want met trials is dat allemaal niet zo goed te onderzoeken. Dat vraagt om, wat mij betreft, meer etnografisch, kwalitatief onderzoek. Dat kost hartstikke veel tijd en is ook veel casusgerichter, zal ik maar zeggen. Dus wat het allemaal betekent voor die verschillende praktijken, dat weten we nog niet precies. Maar ik denk wel een punt van aandacht, helemaal als het gaat om dat zorgen. Want ja, er veranderen dingen in praktijk en dat is niet moreel neutraal, zal ik maar zeggen.